De partij van Nederland! De overtuigende verkiezingszegen van de PVV staat niet op zichzelf. Want in vele Europese landen is politiek rechts aan een sterke opmars bezig. Rechts kwam al aan de macht in onder meer Zweden, Italië en Finland. In Duitsland is het immigratiecritische alternatieve voor Duitsland in de peilingen nu de tweede partij van het land. In Frankrijk gaat de nationalistische partij RN van Marine Le Pen zelfs een kop in de peilingen voor de parlementsverkiezingen. Mede onder druk van haar partij is daar eind vorig jaar een nieuwe immigratiewet flink naar rechts bijgesteld. Aan de andere kant van de oceaan blijft Donald Trump mateloos populair. We will make America great again. Trump gaat aan kop in de peilingen, zowel in de voorverkiezingen van de Republikeinse Partij als in de strijd met zijn democratische tegenstrever, Joe Biden. In politiek Den Haag zijn de meningen verdeeld over waarom rechts zo sterk groeit in Europa. Ik denk dat er een aantal dingen zijn. Kijk, één van de dingen is dat je ziet dat de EU steeds meer uitbreidt en gaat over allerlei dingen waarvan mensen denken, ja, maar dit raakt ons in onze gemeenschap. En waarom moet er helemaal vanuit dat verre Brussel over nagedacht worden? En de band tussen wat er gewoon in je dagelijks leven gebeurt in Europa, dat. Dat is weg. Men is het helemaal zat. Er wordt natuurlijk ook niet gehandeld. We zien uitslag na uitslag. En men blijft hangen in het midden. En denkt dat dan de problemen vanzelf overwaaien. Maar we zien, kijk, Afrika verdubbelt de komende 20, 30 jaar naar 2,4 miljard mensen. Dat, dat wordt een stroom. Dat is niet voor te stellen hoe dat gaat. Dus die bootjes over de zee. Dus er zal een hek om Europa moeten. Ja, ik denk dat het een verzet is in het algemeen tegen het globalisme. Men is natuurlijk die open grenzen zat. Men is al die supranationale organisaties zat. Zoals de Europese Unie. Men wil de controle terug. Met een aantal belangrijke verkiezingen in aantocht kan de opmars van rechts het Europese politieke landschap ingrijpend veranderen. Er zijn dit jaar nationale verkiezingen in onder meer België en Oostenrijk. Hier leiden respectievelijk Vlaams Belang en FPE de peilingen. En ook wordt er in juni gestemd voor het Europees Parlement. De peilingen voorspellen ook daar een stevige ruk naar rechts. Links in Nederland ziet de bui daarom al hangen. Dat betekent dat wij meer uh, werk te doen hebben om ervoor te zorgen dat we mensen overtuigen uh, op linkspartijen te stemmen. Ook omdat je vaak ziet dat ultranationalistische partijen heel veel beloven en uiteindelijk bijna niks waarmaken. Oh 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 ultranationalistische partijen. Nou, we houden het voor rekening van Frans Timmermans. Maar Paul, wat is er aan nu aan de hand in Europa? Uh, nou ja, wat we zien dat is dat uh, rechtse partijen de, 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 de wind in de zeilen hebben. En uh, ja, misschien gaat het er eindelijk van komen. Uh, zelfs de kansen voor Trump die, uh, die, die lijken ineens weer. Dat is toch eigenlijk ook een wonder dat die, die, die wederopstatting van, van Trump. Uh, het, het ziet er uh, goed uit. Hoe, hoe komt dat zo nu opeens? Uh, dat weet ik niet hoe dat, hoe dat komt. Uh, uh, maar ik denk dat mensen gewoon het beleid ontzettend zat zijn. Men ziet dus dat het steeds moeilijker is voor nazistaten om controle te, te krijgen over hun eigen grenzen, om hun eigen toekomst te bepalen. En mensen beginnen dat te zien. En dan, dan zijn er rechtse partijen die daar uh, oplossingen voor aandragen. Zoals het Vlaams Belang in uh, Vlaanderen en in België. Sam, uh, je bent parlementslid, zoals uh, gezegd. Zijn mensen het beu? Ja, um, toch eerst zeggen dat dit niet uh, plots is. Um, en dat dit ook niet een ruk naar rechts is. Uh, dit is een evolutie die we al enkele decennia zien... Van een toenemend deel van de bevolking in Europa, ook in België, ook in Nederland, die zien dat hun soevereiniteit, hun zelfbeschikking, hun vrijheid om zelf te kiezen hoe ze willen leven, wat ze willen doen. Uh, hun financiële uh, mogelijkheden ook. Hè. De, de belastingdruk die, die torenhoog is, de regelneverij die daarmee gepaard gaat. Ja, een steeds groter deel van de bevolking die pikt dat niet meer. En uh, wij in België hebben dat natuurlijk al decennia ondervonden, want mijn partij het Vlaams Belang bestaat al 45 jaar. En uh, dit zou wel eens de zoveelste keer kunnen worden, nu juni, met de verkiezingen uh, in België. Dat wij een gigantische verkiezingsoverwinning. Uh, behalen en dat zou nogmaals niet de eerste keer zijn um, en het ziet er ook naar uit dat wij uh, zullen kunnen uh, meer regeren uh, in België mm. in Vlaanderen. Interessant wil je nou niets meer missen abonneer je dan op ons YouTube kanaal en vergeet natuurlijk niet om deze video te liken.